Wilders uit Tilburg was er als een van de allereerste bij toen Pim Fortuyn met zijn eigen lijst begon. Hij had iets met Pim Fortuyn en iets met de LPF. Ze konden het zo goed met elkaar vinden dat Hans Smolders de chauffeur werd van Pim Fortuyn. En in de weken voorafgaand aan 6 mei waren ze bijna elke dag samen. Ook op 6 mei zelf. Hans Smolders zag met eigen ogen hoe Pim Fortuyn werd doodgeschoten. Hij rende Volkert van der G nog achterna. Daarna kwam Hans Smolders in de Tweede Kamer voor de LPF, maar dat liep uit op een grote teleurstelling. Inmiddels zit Hans Smolders thuis in Tilburg en koestert hij de herinneringen aan Pim Fortuyn. At your service. Toen ik met Pim begon, wisten we wel dat we met iets groots bezig waren. Maar dat het zo groot zou worden, hadden we natuurlijk niet gedacht. Aan de ene kant was het een van de mooiste dingen van mijn leven. En aan de andere kant een van de verschrikkelijkste dingen van mijn leven. Dit is niet gewoon rechts. Dit is extreem rechts. Pim was dus erg ontdaan dat hij dus als racist werd weggezet. En dat is nu ook waar ik het meeste problemen mee heb. Hij gaat hier een grens over die je niet mag passeren. Nederland wordt wakker. Als je ziet hoe dat een goede man, een eerlijk mens, door tv en door vooraanstaande politici zomaar weggezet kan worden als een racist. Ja, dan denk je, ja, hoe kan dat in dit land? Hoe kan dat? Als mij wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk. En dan kunnen ze niet hun handen ervan aftrekken in de zin van, ja, ik heb die aanslag niet gepleegd. Je hebt het klimaat mee gecreëerd. Hij heeft een keer letterlijk tegen me gezegd, mijn persoon zo demoniseren en dan strak een gek het werk af laten maken. We hadden ook wel het gevoel dat er maar één gek hoefde op te staan. Ik heb Pim thuis opgehaald om 11:00 s'morgens. Dan zet ik mijn auto daar neer en dan pakten we de Daimler. En toen zijn we naar het Feyenoordstadion gereden. Had hij een afspraak met Van der Herik, de voorzitter. Daarna zijn we naar Breda gereden. Daar hadden we een bijeenkomst van de Stem. En daar heeft Pim met die mensen gesproken en dat was een hele leuke meeting. Nou, dat zal wel lukken, denk ik. Ja, we zijn net een kleintje. Ja, ik ben ook een klein dametje. Hi. Heb ik een mooie auto. Als je daar heel hard werkt, dan kan jij er later op zitten. Ja. Moet je goed je best doen op school. Ja, dan moet je luisteren. Toen we daar klaar waren, zijn we naar Hilversum gereden. Toen we daar vlak bij Hilversum waren, toen hebben we daar langs de kant, langs de weg, hebben we een baal chips gekocht. En toen wou hij wat te drinken erbij. Dus hebben we op het gemak met twee kwaai jongens hebben we daar gezeten. En dat was eigenlijk, toch wel, die momenten zijn toch wel heel dierbaar. Alleen het was achteraf op zo'n bizarre dag. En daarna zijn we doorgereden naar Hilversum, naar de studio van 3FM, waar Ruud de Wild een interview met Pim af zou nemen. En we kwamen eraan rijden en toen is Pim het interview ingegaan. Toen was ik die stoel in die auto goed aan het zetten, omdat Ferouz Serowal met ons mee zou rijden naar Leeuwarden, weer naar een bijeenkomst. Want de dagen waren toch wel druk. We hebben veel gedaan in één dag, als je dan ziet wat je doet. En dat was zo elke dag. Dus ik doe die stoel naar achteren zetten alvast om Ferouz Serowal mee te laten rijden. En toen ik lig zo half op de bank en ik hoor pang, pang eigenlijk, zeg maar twee knallen. Maar ik denk, ja, wat is dat? Dus ik kom omhoog en ik zie Pim in één keer op een hele gekke manier in elkaar zakken. En dan zie ik die vent nog in één keer 3 keer schieten. En uit de reactie schiet ik eigenlijk al uit de auto en kijk ik weer in die richting en zie ik hem ook naar mij kijken. En ga ik om het portier heen en ondertussen draait hij ook snel weg, schiet nog een keer in de grond.
En loopt hard weg. En ik er achteraan, want ik zag al wel, ja, het is fout, fout, fout. Want hoe dat Pim wegklapte. Ja, ik was natuurlijk ontzettend kwaad, maar ik moest die vent ook hebben. Wat er ook zou gebeuren. En gelukkig heeft hij het alleen maar op Pim gemunt, want anders was ik er ook geweest. Want als hij had gewild, had hij me gewoon neergeschoten. Hij heeft ook een keer gedreigd, heb ik omgedraaid en gericht op me. Ik dook dan wel weg, maar als hij had geschoten, was het ook te laat geweest. Toen we uit het Mediapark kwamen en op de weg kwamen, zeg maar, waar ik dus aan kon geven waar we waren, heb ik met mijn mobiel, had ik 112 gebeld. En toen ben ik de straatnamen gaan noemen waar we liepen. En hij zag wel dat het een probleem ging worden, want hij heeft in een inhammertje heeft hij gestaan op een gegeven moment. Dat vond ik heel moeilijk, want ik denk, er schiet hij een tuin in ergens of zo. Maar hij kwam er gelukkig na een paar seconden alweer uit en liep weer verder, dus ik ook weer erachteraan. Maar achteraf heb daar zijn auto gestaan, dus daar heeft hij geaarzeld, wat moet ik doen? Nou, toen is hij daarna, op een gegeven moment hebben we hem dus bij dat benzinestation... Liep hij zo in een fuik van een busje met politieagenten. Toen viel hij op zijn knieën en gaf hij zich over. En toen doken die politieagenten erop. Ik ben wel goed opgevangen door die familie. Door dus ook echt bij de begrafenis te kunnen zijn. Zoals een familie die meemaakt. Ik mocht 's morgens ook bij de familie komen. Ik heb ook in een Daimler gereden in de stoet eigenlijk, zeg maar, de rouwstoet. En dat heeft me heel goed gedaan om het te kunnen verwerken, een stukje. Ik heb toen gezien hoeveel mensen Pim aangesproken heeft, hoeveel verdriet het er was. Politiek was voor mij op dat moment klaar, weg, al toen. Ik heb het gemene toen eigenlijk al ervaren en dat is alleen maar versterkt de afgelopen tijd. Kijk, als Pim erbij was geweest, had het natuurlijk veel beter geweest. En had je daadwerkelijk veel daadkrachtiger kunnen zijn. Want ja, zonder hem was het moeilijk, dat wisten we. Maar op deze manier was het geen werken. Nou, ik merk toen ik in november dus echt openlijk afstand van de fractie heb genomen... En het ook weer rustiger kreeg, dat ik er best wel wat moeilijker mee heb. Ja, want ik mis hem heel erg, zonder meer.